Hey fijne mens, welkom op mijn kanaal. Welkom als je terug bent, als je al geabonneerd bent, als je helemaal nieuw bent. Ik behandel hier van alles over relaties. De relatie met jezelf, de relatie met anderen. De psychologische dynamieken, noem maar op. Een ervaringsdeskundig probeer ik er zoveel mogelijk bij te zeggen. Ik ben geen expert, geen specialist, geen psychiater, geen psycholoog, niks van dit alles. En ik ga vandaag een kijkersvraag behandelen. Die stond onder een video over toxische relaties, zo moet ik het zeggen. Hij komt van de Alexandra Z. En zij zegt, wanneer is een relatie toxisch? Hoe bepaal je dat? En wat is een normale relatie? Nou, ik heb eronder geschreven. Zal ik in de toekomst een keer een video over maken. Alexandra. Want het is gewoon een heel interessant onderwerp. Toxic of toxisch is een van de modewoorden. Er stond pas in een tijdschrift. Ik meen een... Ja, de Libelle, dacht ik. Moet ik maar even opzoeken ergens. Er stond een lijstje met allerlei namen die we hier ook vaak op dit kanaal gebruiken. Narcistisch, toxisch, trauma, allerlei woorden die volgens de specialisten veel te veel gebruikt worden. Ben ik het deels mee eens. Vandaar dat ik hier ook probeer zoveel mogelijk dit soort woorden te nuanceren. Te laten zien wat ze betekenen. Zodat we niet iedereen in het wild en in onze relaties als narcistisch of als... weet ik wat, toxisch gaan bestempelen. En tegelijkertijd zijn veel van mijn kijkers, misschien jij ook wel, ja, gepokt en gemazeld door de praktijk in dit soort relaties. Dus we hebben, ja, wat is nou een goed woord daarvoor? We hebben te leren onderscheid te maken. Dus zeker mogen we deze woorden gebruiken, want toen ik dat artikel las, dacht ik, ja, psychologen. Hè, jullie gebruiken zelf altijd die mooie, dure woorden daarmee... Plaats je jezelf soms een klein beetje boven de mensen. Jullie mogen alleen die woorden gebruiken, maar het is mijn rebellenkant die boven kan. We gaan onderscheid leren maken. Daar gaan we vandaag in. Dus we gaan op deze vraag in van Alexandra. Wanneer is een relatie toxisch? Ja, ik ben zelf in een relatie, 19 jaar, bijna 20. Ja, daar hebben wij soms ook die vraag te stellen van wat is de vraag die jij stelt, wat is een normale relatie? We hebben ook intense relatiedynamieken achter de rug. En daar zit een rode draad doorheen, waardoor je kan bepalen, is iets gezond of is iets toxisch? Nou, daar ga ik met je naar kijken. Want de man die daarvan alles over kan vertellen, dat is professor Dr. Sam Vaknin. Sam Vaknin, ik meen dat hij Israëliërs is van oorsprong. Die heeft hele goede YouTube-films, hier onder andere ook over codependency, narcisme. Maar het is ook over zelfliefde, ja? En zelfliefde is eigenlijk het tegenovergestelde van toxisch. Dus als je jezelf de vraag stelt, is mijn relatie toxisch? Dan heb je dus in eerste instantie de spiegel naar jezelf te keren. En daar heeft hij dus vier vragen over gesteld. Gaan we zo naartoe. Maar hij zegt over zelfliefde, en allereerst zelfliefde is niet... in een bad zitten, 's avonds met een glas wijn en een stuk chocola en je Netflix-series bingen, dat is zelfzorg. En hoe jij dat doet, moet je natuurlijk gewoon lekker zelf weten. Maar zelfliefde is iets anders, ja? Daar komen we zo op. Hij zegt, zelfliefde is een betrouwbaar kompas. Zelfliefde is als een rots, een stabiele, onbeweegbare en onveranderlijke gids. En de meest waarlijke, loyale vriend, wiens enige zorg is je welzijn en geluk. Nou, laat die woorden even binnenkomen. Hè? Dus dit is, zelfliefde is self-love. Het is zo'n modewoord aan het worden. Maar dit is waar zelfliefde in geankerd is. Dat woord rots. Hè? Het is hoe je jezelf beschouwt en ook in de wereld durft te zetten. Nou, hier gaat het dus in de minder fijne of toxische relaties vaak mis. Maar daar komen we dadelijk wel op. Hè? Verder heeft Vaknin in de video die ik hierover zag destijds al het over communicatie. Communicatie in een relatie is key. Dat is de sleutel waarin je ook weer kan bepalen, is deze relatie gezond of is die toxisch? Tanja en ik, Tanja is mijn partner van wie ik dit onwijs gave nieuwe shirt heb gekregen. Tanja die was in Londen en die heeft heel Londen doorgereisd om precies deze kleur shirt van mij te kopen. Dus dankjewel. En toen ze thuis kwam en dat als cadeautje gaf, toen voelde ik me gezien, want ik zag het. Ik zag deze kleur blauw en ik zag deze kleur lekker zomersgeel. En toen dacht ik, hey, ze heeft zich echt in mij verplaatst. Ik voelde me echt op dat moment heel geliefd. Dat is wat betreft waar een gezonde relatie voor mij
Het gaat dus niet over shirtjes aan je partner geven, maar het gaat over je inleven in die partner, in de ander. He, dat kun je als graadmeter nu al nemen als je hier naar kijkt en zelf die vraag al stelt. Dit is namelijk mijn tweede meest gestelde vraag. Is mijn relatie toxisch? Mijn eerste is, helaas, ik ben codependent. Ik heb in een van die archetypes uit de testjes herkend, wanneer kan ik weer relateren? Daar heb ik natuurlijk geen antwoord op. Maar mijn tweede meest gestelde is deze vraag van Alexandra. Van wanneer bepaal je nou of het toxisch is? Nou, het is dus niet toxisch als je een partner hebt die zich in je in kan leven. He, die met je communiceert, waar je respectvolle, liefdevolle, integere communicatie mee kan hebben. Waarin je jezelf gekend voelt en gezien en gehoord. He, en omgekeerd ook, daarom heb ik deze thumbnail voor je gemaakt. Ben jij in staat om dat te doen? Ben jij in staat om je in te leven in die ander? Om respectvol en liefdevol te luisteren naar die ander? Die ander echt te leren kennen? Nou, dit zijn zomaar de sleutelbegrippen waar dit over gaat, dit onderwerp. En daarmee ga je dus bepalen of iets toxisch is. En het is niet aan het moment dat iemand niet aan je behoeften tegemoet komt. Of als dat je eens een keer behoorlijke ruzie hebt gehad of wat dan ook. Je ziet de meest verschrikkelijke scheldwoorden tegenwoordig voorbij komen. Als mensen elkaar niet meer kunnen vinden. Ja, maar de sleutel die ligt dus bij jezelf. Dus, en dat heeft Sam Vaknin ook zo gedefinieerd in vier vragen. In vier vragen, en daar gaan we gewoon doorheen lopen zo. Want daarmee kun je dus al heel goed gaan bepalen waar je zelf staat, maar ook waar je in relatie staat. Nou, dat is wat we willen toch? Eerste vraag, ken je jezelf? Tweede vraag, accepteer je jezelf? Ik loop ze eerst gewoon even door, daarna gaan we erop in. Derde vraag, ben jij jouw beste vriend? Vierde vraag, sta je achter jezelf? Ja, en de eerste vraag, ken je jezelf, is denk ik al de belangrijkste. Dus op de tempel van, waar was die tempel ook alweer? De tempel van Delphi, daar stond, voordat je naar het orakel toe ging. Orakel was een wijze vrouw die daar zat en die al je levensvragen zou gaan beantwoorden. Maar voordat je de tempel inging, stond daar, Gnoti Sauton. Gnoti Sauton. Betekent dat? Ken uzelf. Ja? Ken je jezelf? Ken je jezelf in al je hebbelijkheden, in al je onhebbelijkheden? Heb je die onder je hoede? En ken je je eigen gevoelens? Ken je je eigen behoeftes? Ken je je eigen grenzen? Ken je je eigen temperament, je eigen wezen? Ken je dat? He, dus dat is ook waar dit kanaal over gaat, waar dat codependency testje ook over gaat. He, dus ik noem het testje, het is geen testje, het is een test, Lars. De uitkomst is voor heel veel mensen waardevol. Heel veel mensen die dit al gedaan hebben, die schrijven, mamma mia, eindelijk snap ik wie ik ben. Ik kwam toevallig tijdens de Ecstatic Dance vorige week, donderdagavond meen ik, kwam ik een man tegen, uit volgens mij uit Noord-Holland. Je moest helemaal niks hebben van dit soort dingen. En die had van een vriendin, had hij deze test gekregen en die zei, Jezus Mina, nu snap ik wie ik ben en wat ik al die jaren al doe. En die codependency test, die laat niet zien wie je bent. Dus dat testje, dat link ik altijd in de infobeschrijving bij YouTube. Daar kun je dus vier archetypes testen. Het is niet wie je bent, maar je leert wel jezelf kennen. Omdat dit codependency archetypen zijn. Als je te maken hebt gehad met jeugdtrauma, dan heb je, ik durf 10-1 te wedden, één van deze patronen. Dat zijn namelijk copingmechanismes, beschermingsmechanismes. Die heb je ontwikkeld. Het hoe je tegen liefdeloosheid omgaat. Hè, hoe je ermee omgaat. En hoe je je verzet tegen die wanhopige, angstige, akelige, verdrietige of boze gevoelens. Daar vind je als kind, omdat het zo overweldigend is, een manier van om ermee om te gaan. Dus het ken uzelf. Gnoti Sauton begint in eerste instantie met jezelf leren kennen, zoals je niet bent. En Alice Miller noemde dit in de jaren 70 al een vals zelfbeeld. Daar heb je enorm veel in geïnvesteerd. Dat heeft bezit genomen van je zenuwstelsel, van je hersenen. Daarmee heb je je vereenzelvigd, maar het is niet wie je bent. Dus dit is al een hele belangrijke schakel. Hoor. Ken uzelf. Op de schatkaart, nou, weet bij God niet waar die is. Vandaag ga ik hem niet gebruiken, hij is ergens verstopt. Maar op de schatkaart heb ik aan de linkerkant boven ook de rivier der ontkenning. Hier kan je heel lang in blijven hangen. Ja, in ontkenning. En dan blijf je dus hangen
Als je jeugdtrauma hebt meegemaakt, of verwaarlozing, hè, wat ook bij jeugdtrauma hoort, dan blijf je hangen in ontkenning, maar ook in zo'n vals zelfbeeld, waardoor je op automatische piloot geleefd wordt. Ja, en codependency, dat woord zegt het al, dependency betekent gewoon verslaving. Je bent ergens afhankelijk van. Nou, dan is het dus ook heel belangrijk als je dit al van jezelf weet en herkent van, oké, ik begin mezelf te leren kennen in hoe ik niet ben, maar hoe ik geworden ben. En dan komt automatisch de vraag, hoe kan ik daar doorheen gaan bewegen? Hoe kan ik meer mezelf worden? Hoe kan ik authentiek worden? Hoe kan ik mijn gevoelens en mijn emoties gaan eren? En wat daaronder zit, mijn behoeften. Ja, anders, en dit klinkt heel rot, misschien ga ik wel abonnees verliezen als ik dit zeg, anders ben jij namelijk de toxische persoon. Als jij, hè, want wat, ik maak dadelijk mijn zin daarvoor, maar als je met zo'n archetype vereenzelvigd bent, hè, met altijd moeten helpen bijvoorbeeld, of aandacht moeten trekken van andere mannen of vrouwen, afhankelijk van wie jij bent en waar je op valt. Als je in zo'n verslavingspatroon zit, dan denk je vaak, ik ben de good guy of de good girl. Heb ik ook heel lang gedacht. Ja? Ik moest ook wakker worden in relaties. Niet in een relatie met Tanja. Dat beweegt zich op een hele gezonde manier. Met vallen en opstaan. Met valkuilen en hoge pieken en dalen. Van alles erop en eraan. Ja, maar in de toxische relaties waar ik zelf heb gezeten. Heb ik mezelf ook deze vraag moeten stellen. Wie ben ik in deze relatie? Wat ben ik nou aan het doen? Het loopt iedere keer op ellende uit. Op ruzies. Op, hè, pas recent vielen de kwartjes. Ik ben zelf de toxische kant. Natuurlijk had die ander ook haar onhebbelijkheden en haar akelige gedrag. Maar ik gaf de gelegenheid toe. Ja, ik kende mijn eigen grenzen niet. Ik was grenzeloos. Mijn grenzeloze gever, grenzeloze redder. Noem maar op. Nou, we gaan het niet heel lang over mij hebben. Uit schaamte neem ik gelijk een slok water erbij. Maar dit is al een hele belangrijke fase. Genoot die zout om. Ken uzelf. Dus leer kennen wie je geworden bent. Valse zelfbeeld. Weet dat het niet is wie je bent. Zeker, er zitten kwaliteiten. En daar ga ik in een andere video op terugkomen. In ieder van deze codependency archetypen die ik liet zien, zitten kwaliteiten die bij jou horen. En die heb je weer toe te gaan eigenen. Ja? Heb je zelf daar gewoon helemaal in te worden. Als je codependent bent, dan zijn je pijlen meestal op die ander gericht. En daarom, als het misgaat, als je zoveel gegeven hebt, veel meer gegeven dan je wilde geven, word je ook zo kwaad op die ander. En dan zeg je, jij bent de toxische. Maar hier begint dus al een eerste inzicht. Ken jezelf, dat je zelf minstens 50% aandeel hebt in de toxiciteit. Is dat een goed woord? In het giftige deel van jullie verbinding. En dit is echt een heel vervelend onderwerp waar niet iedereen aan wil, want het is makkelijker. En voor ons ego, voor ons valse zelfbeeld, hè, wat we geworden hebben, als we de good guy of de good girl zijn, is het veel fijner om te wijzen. Want dan kunnen we die boosheid van iedere keer dat er over onze grenzen gegaan werd, dat we niet in staat waren om onze eigen gevoelens en behoeften te voelen en die akelige emoties die dat geeft, inclusief de pijn van vroeger. Daar heb ik ook al genoeg filmpjes over gemaakt op dit kanaal. En vraag daar gerust op door als je daar meer over wil weten. Maar de pijn van van het niet gezien worden, niet gehoord worden, niet als belangrijk gezien worden, noem maar op. Die pijn die ga je voelen, de pijn van de afwijzing aan het moment dat zo'n partner voor je gevoel toxisch is, wat die ook gerust kan zijn. Je hebt daar dus je eigen aandeel in te claimen. Als je dat opeist, oké, ik ben hier de toxische persoon. Nogmaals, raise your hand if you're with me. Je mag me gerust ontvrienden, ontvolgen, je abonnement intrekken. Het maakt me niet uit. Ik vertel liever hier de waarheid dan een of andere, hoe noemen ze dat ook weer, sugarcoated, gesuikerd leugentje met dat jij de goeie bent en dat die ander de rotzak is of de rotte meid of wat dan ook. Ja, dat zou veel populairder zijn. Maar ken jezelf. Ja, dus ken jezelf. Zie je aandeel. Want dat gaat je namelijk linea recta brengen naar de oplossing, naar de heling. Want dat is vraag nummer 3 of 4 die jullie me vaak stellen. Hoe ga ik helen van codependency? Nou, dat is allereerst al doorzien wat dit patroon is. Op het moment dat je dit stuk namelijk niet doorziet, ken u zelf, genoot die zout om,
dan blijf je bij de volgende die je aantrekt weer een van deze automatische pilootpatronen afdraaien. Gewoon zoals je het altijd doet, als het om de liefde gaat, blijf je de hechting van de eerste 1 tot 6 jaar die je met je eerste ouders of verzorgers hebt gehad, de patronen die je daarin hebt ontwikkeld, blijf je, als je onbewust blijft, gewoon alsmaar afdraaien. Ik ook, keer op keer, met mijn hoofd tegen de lamp. Zelfde relatie. Heel ander type vrouw weer, 5 maanden later. Hoe de fuck ben ik hier nou weer in hetzelfde terechtkomen? Lars bleef dit herhalen, net als jij waarschijnlijk. Met je hoofd tegen de lamp lopen, iedere keer op keer weer. Misschien ook niet, hè? Misschien dat jij wel een heel ander patroon zit. Maar dit is een van mijn patronen. Tot ik om ging draaien, net als bij de voorkant van deze video, de kap van mijn hoofd trok en zag, oké, ik ben hier zelf giftig. Want ik ken mezelf nog niet. Ik blijf op de automatische piloot iets doen, zoals ik dat als klein jochie geleerd heb. Inclusief alle traumaresponses die erbij horen. Daar gaan we ook weer in andere video's verder op in. Het vechten en het vluchten en het bevriezen en het behagen van de ander. Noem maar op. Ik kan er boeken over schrijven. Misschien ga ik dat ook nog eens doen. Maar laten we doorgaan naar de volgende. Het tweede punt is de vraag, accepteer je jezelf. En daar zegt Vaknin over, Sam Vaknin zegt, het onvoorwaardelijk omarmen van je kernidentiteit. Je persoonlijkheid, je karakter, je temperament, je relaties, je ervaringen en je leefomstandigheden. Als je daarmee vereenzelvigd bent, als je daarmee kan zijn van dit is wie ik ben. Dus onder dat zelfbeeld, vandaar dat die eerste zo belangrijk was, ken je jezelf. Dan ken je jezelf dus ook in de kanten die aangepast hebben, die dus die copingmechanismes hebben, die niet helemaal jij zijn. Het is ook wie je bent, om wie je geworden bent. Je kunt er oud mee worden, maar ze brengen geen bevredigd leven, omdat het zijn verslavingspatronen. Het zijn automatische pilootpatronen. Ja? Dus de tweede komt dan, accepteer jezelf, is dus wat mij betreft ook in eerste instantie, accepteer je dat valse zelfbeeld. Accepteer je wie je geworden bent. Hè? En ga je dan daarna, wat mij betreft, op onderzoek naar wat hij dan noemt je kernidentiteit. Je core, wie ben ik ten diepste? Voordat ik verwond werd, hè? Voordat ik dat traumagezicht, zoals Reinhard Eileveld dat noemde, had. Hè? Dus die verbeterheid, of dat fawnen, of dat heel bang worden. Daarvoor, wat is mijn oorspronkelijke gelaat? Ja, wie ben ik ten diepste? Nou, dan ga je langzaam over de rivier der ontkenning. Dan ga je over het bruggetje heen en dan kom je blanco in de wereld. Met al die ervaringen die je op hebt gedaan, al die automatische pilootstukken. Daarom is op de nieuwe schatkaart, die ik jullie binnenkort ga presenteren, is ook centraal in het veld getekend mindfulness. Dit is mindfulness. Met jezelf kunnen zijn, kunnen gaan zitten, jezelf ervaren en ontdekken wie je in al je hebbelijkheden, maar ook in al je onhebbelijkheden, dus al die automatische piloot en verslavingsgedrag bent. Dan pas komt de helderheid. Langzaam een beetje, als je daarmee kan zijn en dat kan accepteren, dan kom je steeds dichter bij jezelf. Dan gaan we door naar de volgende. Ben jij jouw beste vriend? De derde vraag. Eerst was, ken je jezelf? Accepteer je jezelf? Maar de derde is, ben jij jouw beste vriend? Als je dat namelijk niet bent, en dat ben je niet, moet ik erbij zeggen, als je codependent bent. Want dan ben je namelijk de beste vriend van de ander. Dan heb je van alles over voor die ander, veel meer dan voor jezelf. Ja, ben jij jouw beste vriend? In het Tibetaans boeddhisme kennen ze een begrip, heet Maitri. En dat laat zich vertalen als onvoorwaardelijke vriend van jezelf zijn. Als je dat namelijk niet bent, wie zorgt er dan voor jou? Wie zorgt er voor je dat jij je behoeftes leert kennen? Dat je je grenzen leert stellen? Dat je je autonomie en je authenticiteit en je emotionele wereld gaat leven, dat is je ware kompas in de wereld. Hè? De zelfliefde staat hier als een betrouwbaar kompas, maar je ware kompas is de taal van je emoties. Daarmee weet je ogenblikkelijk vanuit je instinct, wie is er veilig, wie is er betrouwbaar. Daar ben je een masker overheen gaan zetten, hè? Wat die codependency archetypes doen, waardoor je het niet meer zo goed kan zien. Ja? Dus ken je jezelf, accepteer je jezelf, ben je je beste vriend. Als je jouw beste vriend wordt,
Ja. Dan gaat er iets ontstaan wat heet zelfvertrouwen. Dit is zelfvertrouwen. Je eigen behoeftes voelen, maar ook de emoties die erbij horen. Die horen bij behoeftes. Als je basisbehoeftes niet voorzien wordt, reageert je systeem, reageert je lijf en je wezen reageert met emotie. Als je daar op een gegeven moment op durft te gaan vertrouwen, dan krijg je zelfvertrouwen. En uit zelfvertrouwen ontstaat zelfliefde. Ja. En dan de laatste van de vier vragen. Naar jezelf. Sta je achter jezelf? Hè? En daar zegt Vaknin over. Durf en kan je je eigen doelen nastreven? Ben je daar assertief in? En daar benadrukt hij dat assertief iets heel anders is dan agressief. Agressief is een vechtbeweging. Hè? Jezelf manifesteren in de wereld met agressie. Dat is niet waar assertiviteit over gaat. Het gaat erom, kun je voor jezelf in dit leven heldere, fijne doelen vaststellen, maar ook nastreven. En in relatie, en zeker in waar veel van jullie in zitten, als een relatie toxisch wordt, dan gaat hier door de ander vaak aan getwijfeld worden. Aan jouw doelen, aan jouw gevoelens, aan jouw grenzen. Noem maar op. En dan krijg je het ellendige. Weer zo'n libelle modewoord, hè? Gaslighten. Daarin kan je zien dat de relatie toxisch is. Als iemand jouw waarheid, jouw perceptie van jezelf en van hoe jij naar de wereld kijkt, als die niet aanvaardt, dan krijg je zoiets dat heet gaslighting. Hè? Dan ga je op een zijspoor gezet worden van je eigen waarde. En dan ga je uiteindelijk enorm aan jezelf twijfelen. Nou, daar zit wat mij betreft de toxiciteit, het giftige. Hè? En dan kun je, als je deze punten zo hoort, en we kunnen hier nog veel dieper op ingaan, punt voor punt, maar ik ga het vandaag een beetje, omwille van de tijd voor jullie ook en voor mezelf, een beetje kort houden, denk ik. Deze vragen, die kun je dus ook stellen van hoe ben ik hier naar de ander? Ken ik die ander? Ken ik mijn partner echt? Wil ik die echt leren kennen? Wil ik zijn of haar behoeftes en gevoelens en emoties en perceptie en waarheid en levensgeschiedenis en noem maar op. Wil ik dat leren kennen en eren zoals die is? Of heb ik daar ook agenda's? Wil ik die ander veranderen? Zeker als je dit archetype herkent. Ja, deze is verslaafd aan de ander helpen en redden en adviseren en kan ik me gewoon verdiepen in die ander. En die ander in zijn of haar waarheid laten. Ja? En kan ik op die manier zelf dus ook open en eerlijk en respectvol communiceren. Of zitten daar ook allerlei agenda's onder. Dus het is niet alleen gedoti sauton, ken uzelf. Het is ook, wil ik de ander kennen? Ja? Dat is de basis van een gezonde relatie. Dat is een antwoord op jouw vraag. Want jij noemt het Alexander, je noemt het een normale relatie. Ik zou het noemen een gezonde relatie. Dat je oprecht geïnteresseerd bent in de ander, zonder die ander te willen veranderen. En ik denk dat ik Tanja eens een keer uitnodig. Gaan we een podcast samen maken. Dan gaan we deze vragen doorlopen. Hoe we dat naar elkaar doen. Ben ik ook wel benieuwd naar. Ik heb het idee dat we dit best goed doen, maar ik ben wel benieuwd wat daar uitkomt. De tweede is, accepteer je de ander? Ja? Dus de anders identiteit, de anders persoonlijkheid, de anders karakter, temperament, hoe die wil relateren of zij. En zijn levenservaringen, levensomstandigheden. Ben je in staat om die ander ook te accepteren? Als je jezelf wel accepteert, als je jezelf niet accepteert, dan accepteer je vaak de ander ook niet. Of je klampt je helemaal vast aan die ander. Ja, zeg jij het maar lieverd, want ik weet het zelf niet. Dat is een codependent thema. Waar wil je eten? Ik heb geen idee, zeg jij het maar. Dat is een heel klein themaatje. Maar op allerlei levensthema's, als je dus jezelf niet kent en jezelf niet accepteert, dan ga je je bijna als aan een stuk wrakhout aan de ander vasthouden. Nou, als dat een toxisch persoon is, hè, narcistisch of op een andere manier door het leven beschadigd, ook in de jeugd, nou, dan ben je een speelbal. Dan ben je niet bij jezelf. Laten we nog eens kijken. Ben je jouw beste vriend, vertalen we dus als, ben jij zijn of haars echte vriend? Het maatje gaan we dan omdraaien. Ben jij echt een onvoorwaardelijke vriend, vriendin van je partner? Ja. En de allerlaatste is, sta je achter jezelf, sta je achter je partner? Dus je kan deze vragen voor jezelf gebruiken. En daarmee kan je je eigen toxiciteit beschouwen. Hè? Van hoe doe ik dat naar mezelf? Sta ik echt achter mezelf? Ben ik echt een onvoorwaardelijke vriend voor mezelf?
En kan ik datzelfde ook bieden naar mijn partner? Dat, als dat klopt, als dat stroomt, als jij bij jezelf bent en die ander is bij zichzelf, in je eigen pool, ik teken dat vaak ook in de lucht, maar ook op plaatjes, dan gaat er liefde stromen tussen jullie. Vanuit die open, gelijkwaardige, respectvolle communicatie. En dan kom je nog steeds alle rotthema's van dit leven tegen. En ook grote levensthema's waar je tegenover elkaar komt staan. De een wil kinderen, de ander niet. De een wil in de stad wonen, de ander op het platteland. De een die wil minder werken, de ander wil juist meer op vakantie. Noem maar. Je komt vanzelf allerlei levensthema's rond gezondheid, psychische stukken, noem maar op. Maar de basis is dat je op gelijkwaardige manier kan communiceren. Dus op gelijkwaardige manier vanuit zelfvertrouwen bij jezelf bent. Je eigen levensdoelen, je eigen levensperceptie, je eigen gevoelens, je eigen onderliggende behoeftes. En vanuit daar ga je de ander ontmoeten. En vanuit die prachtige quote van Rumi, voorbij goed en kwaad is een tuin. Daar wil ik je ontmoeten. Nou, dan gaan we nu deze video mee afsluiten. Maar dit is denk ik antwoord op je vraag voor nu. Hè? Wat is wanneer is een relatie toxisch? Een van de twee niet bij zichzelf is. En het bij de ander gaat halen of de ander gaat aanvallen. Als er geen gelijkwaardige, respectvolle, liefdevolle communicatie is. Dan kun je dat nog, want ik hoor jullie de vraag al stellen. Oké, wat moet ik nu doen? Ik herken het. Ik ben toxisch naar mezelf. Mijn partner is toxisch. Help, wat moet ik doen? Wat ik daarin heb gedaan, toen ik in deze relaties was, was mezelf een knoop in mijn zakdoek gaan. Ik wil hier de liefdevolle, respectvolle zijn en blijven, maar ik wil ook aansnijden wat er gebeurt. Ja? Dus ga zelf openen. Ook al doet dat pijn, ook al heb je aan die ander vastgeklampt of van een vanuit die codependency archetypes ben je met die ander verwikkeld. Er komt een moment dat je daar wakker in gaat worden en zegt, lieverd, ik wil hier met je over praten op een open, respectvolle manier. Ben je daar bereid toe? Als die ander dat is, nou, dan ben je in relatie. Je kan elkaar horen, je kan elkaar spiegelen, je kan elkaar erkennen, ook zo'n sleutelwoord. Je kan elkaars intenties aanvoelen, maar je kan elkaars waarheid intact laten. Als dat zo is, dan beweeg je gewoon verder. Dan heb je een relatie. Kan het nog zo moeilijk zijn. Dan kan er een verslaafd zijn. Dan kunnen er rot dingen zijn gebeurd. Maar dan kan je door moeilijke passages in een relatie heen bewegen. Als dit niet lukt. En voor mij was dat dus belangrijk. Die knoop in mijn zakdoek. Hè? Want ik ga nu in ieder geval zelf proberen. Geweldloos te communiceren. Open te blijven. En moeilijke dingen aan te kaarten. Als dit weer ontaart. En niet naar elkaar luisteren. En pijn doen. En gaslighten en noem maar op. Dan stop ik met de relatie. Zo heb ik dat in ieder geval voor mezelf moeten doen. Jij doet het op je eigen manier. Ik zal nooit iemand advies geven wat je moet doen in een relatie. Zoals Nelson Mandela zei, you're the captain of your soul. Maar dit is wel voor jou misschien ook een knoop in je zakdoek. Op het moment dat er iemand gewoon in staat is om jouw waarheid te erkennen, zonder daar mee eens te hoeven zijn of in mee te gaan of je alsmaar jou op een voetstuk zet, want dan kom je ook weer in een toxisch gedeelte. Maar als iemand bereid is om naar je te luisteren, je hebt te erkennen als mens en met je mee te groeien en zelf te groeien. Als die persoon ook in zijn eigen pol is, hè, zijn eigen innerlijk werk doet, dan blijf je bewegen, dan blijf je dansen. En dan kom je in een normale relatie, in een gezonde relatie. Sam Vaknin die geeft een laatste tip, die ik je ook nog ga geven. En die zegt, kijk maar eens, als je vermoedt dat je in een toxische relatie zit, wat er gebeurt als je zegt, ik wil een time-out. Ik wil even 3 maanden even op adem komen en niet met je zijn. Kijk maar eens wat er gebeurt. Als je in een toxische relatie zit, 10 tegen 1, dat je ruzie krijgt. Dat je gegaslight wordt, hè? Dat je jouw werkelijkheid ontkend wordt. Of dat je beschuldigd wordt. Ja, maar jij bent dit en jij altijd dat. En, hè? Dus dit, een time-out vraag in een relatie, dat heb ik ook wel eens gedaan. Ook even een tijdje los van elkaar geweest. Dan ga je met elkaar in gesprek en zeg je, oké, waarom zou je dat dan willen? En, nou, hè, dan kijk je of je elkaar zelfs in zoiets pijnlijks en lastigs, als je even afstand van elkaar moet nemen, dan ga je nog steeds kijken of je elkaar kan vinden. En wie weet, na 2, 3, 4, 5, hoe lang je time-out ook duurt, maanden, ga je weer met elkaar in gesprek. Ja. 10 tegen 1, dat als jij in een toxische relatie zit en je stelt dit voor, dat je de poppen aan dans hebt. En dan heb je gewoon de eer aan jezelf te houden. Want het gaat uiteindelijk om zelfliefde,
Volgens die vier pilaren. Dus jezelf leren kennen, jezelf accepteren. Dat hebben we nog meer. Maitri, dus je eigen beste vriend worden. En als laatste, echt achter jezelf staan. Je eigen levensdoelen. Ik wil niet zeggen dat je daarmee die ander gaat domineren. Maar je bent geankerd in jezelf. En vanuit dat anker, die rots van zelfliefde, daarmee dans je zonder helemaal over te hellen naar die ander. Ook zonder je helemaal terug te trekken. Gewoon vanuit je eigen middelpunt, je eigen balans. Daarmee maak je een gezonde, normale relatie. Yes, dat was hem voor vandaag. Abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. Geef die blauwe duim en verspreid het gerust onder je vrienden en vriendinnen. En ik zie je de volgende keer. Bye.